trainer Henk Vreese vandaag met 3-3 gelijk gespeeld tegen KH Gent. Wat zegt deze uitslag jou? Ja, de uitslag aan zich zegt natuurlijk niet zo heel veel. Hè. Het blijft een wedstrijd in de voorbereiding. Het is totaal anders als je speelt op het scherpst van de snede. Maar aan de andere kant zegt het ook heel veel. Het blijft een ploeg met heel veel kwaliteit. En het niveau waar zij op mogen acteren, hè, Europees gezien, dat is ook zeer behoorlijk. Dus je speelt tegen wel tegen een bepaald niveau spelers. En ik denk dat over het geheel genomen, en zeker als je kijkt naar de uitslag, dan hebben we het gewoon behoorlijk gedaan. Realistisch gezien zijn er wel natuurlijk, zowel in de eerste helft, maar ook zeker nog zelfs in de tweede helft, waarin we toch de stand gelijk trekken en op voorsprong komen, kwam een paar keer goed weg. Hè? Een bal van de lijn van als ik me niet vergis, Augustin. Dus, maar al met al tevreden, omdat je hebt spelers gezien die een aantal hele goede dingen gedaan hebben aan de bal. Het belangrijkste is, we hebben op een bepaalde manier getraind en dat zie je ook terug. Dus ja een uitslag doet natuurlijk ook heel veel. Hè? Want als je hem verliest, dan denk je er misschien net even iets anders over. Maar ik moet eerlijk zijn, ze hebben gewoon gedaan wat we van ze mochten verwachten. Ja, tweede wedstrijd alweer in de voorbereiding. Hoe kijk je terug op dat begin van die voorbereiding? In welk opzicht? Nou, je team, wat voor indruk maken ze? Ja. Ben je tevreden tot nu toe? Nou, we zijn met wel een hele jonge ploeg, hè, op stap gegaan. Daar zijn we mee begonnen. En dat heeft deels te maken omdat we nog misschien wat spelers kwijtraken of erbij komen. Maar het was een mooie gelegenheid om de jonkies ook weer te zien, hè, aan het begin van het seizoen. En er zijn altijd een aantal die goed opvallen. Er zijn een aantal die wat moeizamer gaan, maar zoals je ziet in deze wedstrijd is het wel heel erg belangrijk voor hun om zich te meten met jongens op ons niveau. En wedstrijden spelen tegen mannen op dit niveau. Ja, Emega met goals tegen Heracles, nu weer een doelpunt. Udenhout die erin komt en die scoort. Dat zijn dan de jonge jongens die je bedoelt, waar je wel vrolijk van wordt, denk ik. Ja. Alleen, ik denk dat ik met mijn staf en ook zeker met Henk van Stee, dat we wel bezig zijn om, ik zal niet zeggen mentaliteitsverandering te doen plaatsvinden, maar maar ik vind wel dat ze moeten beseffen waar we mee bezig zijn. En we zijn heel kritisch naar ze. Maar zoals vandaag, als ze energie brengen en ook nog eens hun kwaliteiten deels laten zien, dan geven we ze ook echt wel volmondig een compliment. Ja, want ik zie je ook veel bezig met Jafar Beinu. Ja, dat lijkt me voor jou als trainer ook leuk om echt met dat soort jongens aan de slag te zijn. Ja, maar kijk, het zijn jongens. Hè. 17 is Jafar. Gauthier is hartstikke jong nog. Dus als je kijkt naar de eerste helft, waar we het moeilijk hadden, en zij blijven enigszins overeind tegen dat soort mannen, nou, dat geeft wel hoop voor de toekomst. En ik wil absoluut niet dat we al heel vroeg gaan beginnen weer dat we een aantal toptalenten hebben. Want het is het eerste stapje. En ik ben hartstikke blij voor hun dat ze in deze wedstrijd het eerste stapje die ze hebben mogen maken, ons een bepaald perspectief bieden. En de volgende stap is voor hun om structureel dat niveau vast te houden op de training, dan wel in de wedstrijd. Al met al, een paar weken onderweg, trainingskamp achter de rug, 2 goede wedstrijden gespeeld. Je staat een tot nu toe tevreden trainer. Ja, ik denk dat we niet ontevreden mogen zijn. Alleen, nogmaals, we moeten niet uit het oog verliezen dat het nog steeds voorbereiding is. De wedstrijden zijn niet op het scherpst van de snede. Maar ook daarin zijn we hoopvol dat we de volgende stap kunnen maken en dat we wat nog volwassener worden.